Ronnie Ormskerk, de comediaan die ook solo gaat. Maar vandaag gaan we kennis maken met hem, wie hij is, wat hij doet en hoe het in zijn wereld is. Welkom bij een nieuwe aflevering van In Gesprek Met. Meneer Ronnie, welkom. Dankjewel, dankjewel. Hoe gaat het met u? Goed geslapen, dus ik ben in Suriname en daar is het sowieso lekker, want in Nederland sneeuwt het nu, dus het gaat goed. Prima. Zo, Ronnie Ormskerk, weet wanneer iemand op de tv ziet, een bepaalde spotlight ziet, dan wil je de persoon graag beter leren kennen. Dus wie is Ronnie Ormskerk precies? Een simpele jongeman. Of jongen tussen aanhalingstekens hoor, want wee. Maar ik ben eigenlijk, als ik terugkijk op mijn leven, ben ik mijn hele leven best wel bezig geweest met expressieve dingen. Entertainment. Ik was vroeger breakdancer, DJ, ik heb radio gemaakt, ja, en nu toneel. Dus ik heb altijd wel ambitie gehad om mensen te vermaken, kotak en zo. Dus eigenlijk als ik hoor wat u allemaal heeft gedaan, kunt u hele show in elkaar zetten. U kunt openen met dans en dan de DJ zijn en dan ook nog de comedian zijn. Ja, helemaal. Kijk, die dans gaat wel ietsje langzamer zijn dan vroeger. Want vroeger breakdance zou ik dus salto, dit, dat, maar dat gaat nu niet meer. Dus nu is het gewoon rustig. Je weet toch, rustig dansen. Maar het zou kunnen. Zit er in ieder geval wel in. Mensen gaan nog steeds zien dat ik die moves heb. Nou, maar kan ik gewoon zeggen Ronnie of zeg ik meneer Ronnie, meneer Ormskerk? Gewoon Ronnie. Oké, Ronnie, waar is dit allemaal voor jou begonnen? Je bedoelt dit solo avontuur? Nee, dus we gaan even praten over comedy in itself. Waar is het begonnen voor je? Dan moeten we even teruggaan naar 2001, denk ik. Toen zijn wij, Dim Boy, hè, mijn comedypartner en ik, op de radio begonnen. Met een programma Dim Boy van Beauty. Had ik gestolen van die film, Boys in the Hood. Die naam. Ik had dus de kans om een uurtje radio te maken bij een Radio Ebony. Station bestaat niet meer in Rotterdam. Zo'n Surinaamse radiozender. Maar was van een vriend van mij. En ik had tegen hem gezegd, geef me nou een uurtje, geef me nou een uurtje. Ja, maar wat ga je doen? Ik zeg, geef me gewoon een uurtje. Ja, maar wat ga je doen? Het moet inhoud hebben met Brada, geef me een uurtje. Oké, uiteindelijk heeft hij me een uurtje gegeven. Toen heb ik mijn neef gebeld. Van, hé, Brada, we gaan radio maken. Aboem. We hadden de donderdagavond een uurtje. Nou, we zijn gewoon gaan zitten en gewoon kletsen. Zo is het begonnen, gewoon kletsen. Over alles en niets. Grapjes maken, tik fatu. Het nieuws doornemen op onze eigen manier met een grap. Waar het kon, want sommige serieuze items kan je natuurlijk niet, geen grapjes over maken. Maar ja, het was een luchtig programma. En binnen de kortste keren was het een van de populairste programma's op de radio, op de Surinaamse radio. Toen zijn we later verhuisd naar een grote radiostation, Radio Staanvaste. Misschien wel bekend. Maar daar zijn we dus echt bekender geworden. Omdat Staanvaste had een grotere luisterdichtheid. En daar zijn Dim Boy echt bekend geworden als Dim Boy. Maar steeds op de radio. Dus we hadden allebei nog een baan. En mijn partner die werkte in de zorg. Dus hij had onregelmatige tijden. Dus het kwam ook vaak voor dat ik die uitzending alleen moest draaien. Is niet erg één of twee keer, maar als je het vaak alleen moet doen, dan wordt het een heel ander ding. Dus ik denk na 3 jaar zo zijn we ermee gestopt. En toen was het even rustig rond Dim Boy, want eigenlijk was er nog geen Dim Boy. We hadden het op de radio, maar that's it. En een paar jaar later kregen we dan de kans om in het Theater Zuidplein in Rotterdam, een groot theater, te spelen. Want een Theater Zuidplein, die wilde een nieuwe doelgroep aanboren. Ze zochten nieuwe mensen en ze hadden zoiets van, we zitten in Rotterdam, multiculturele stad, maar er komen geen Surinamers naar het theater. Hoe kunnen we die mensen bereiken? Nou, toen hebben ze bedacht, dan moeten we dingen programmeren voor die mensen. Want wij Surinamers gaan niet naar die witman dinges. We gaan niet. Dus we kennen dat hele theater niet. Dus toen heeft dat theater een heel weekend in elkaar gedraaid met alleen maar Surinaamse acts. En zo hebben ze ons ook benaderd via Ricardo Tuinvoort. Ze hebben Ricardo benaderd, want die was daar al binnen met zijn gospel dingen. Ricardo heeft gezegd, nog spang, ik benader de mensen en jullie zorgen voor de faciliteiten, de zalen enzovoort. Dus toen heeft Ricardo ons benaderd, want hij kende ons.
van, brothers, ik heb iets leuks voor jullie. Jullie kunnen nu een live show gaan spelen in Theater Zuidplein. Maar we zijn ondertussen al een paar jaar verder. We hebben al niks gedaan, 5 jaar lang. Want in 2003 zijn we gestopt met radio. Ik heb het nu over 2008. Ricardo heeft al die tijd tegen ons gezegd, toen we op de radio waren, brothers, wat jullie hier doen, moeten jullie live gaan doen. Maar wij hadden zoiets van, we hadden niet echt die ambitie om te gaan spelen. We vonden het leuk, tekwafatu, maar we hebben er nooit echt over nagedacht van, we gaan iets doen. Totdat we deze kans kregen. En hij zei dus van, oké, jullie hebben een uur. Op vrijdagavond, ergens in november was het, 2008. En toen hebben we dus een paar sketches bedacht waarvan wij dachten, is leuk voor de Surinamers. Een paar Surinaamse fatu's, een uurtje comedy. Was de eerste keer live voor ons. En tot onze grote verbazing was die zaal uitverkocht. We hadden het over de kleine zaal, rond de 170 mensen, die was uitverkocht. Plus er was nog een wachtlijst voor 100 mensen die ook wilden komen, maar de zaal is klein. Dus toen hebben we die dag daarna weer gespeeld. Want die directeur van het theater kwam naar ons toe. Hij zegt, jongens, ik ken jullie niet, maar wat jullie hebben gedaan was geweldig. Want er zijn nog 100 mensen die de show willen zien, dus willen jullie morgen weer spelen. Hebben wij gezegd, is goed. En die sketches die we bedacht hadden, ja, het sloeg in als een bom. Het sloeg in. Echt Surinaamse dingen, Amchimbonusani. Ik had iets bedacht met de Antilliaan, een sketch. En die Antilliaan zit nog steeds in onze sketches. Reggie Martina. Dus dat was helemaal geweldig. En daarna, na die 2 dagen, zijn we dus met de directeur van het theater gaan praten van Lukuno. Als wij nou een eigen show willen geven, hoe gaan we dat doen, hoe gaan we het aanpakken, wat zijn de kosten enzovoort enzovoort. Nou, dus toen heeft hij gezegd van luister, dit zijn de kosten, maar jullie zijn dus Surinamers, dus we kunnen jullie een cultureel tarief bieden, waar jullie wat minder betaalt enzovoort. Dus wij hebben gezegd, oké, is goed, we gaan het proberen. En toen hebben we januari 2009, hebben we onze eerste eigen solo show gegeven. Die heette volgens mij Lissy. Nee, Konkru. Ik weet het nog, Konkru. En we hebben eigenlijk hetzelfde concept gehanteerd. We hebben een paar sketches bedacht. En ja, we zijn met z'n tweeën. We hebben kaartjes uitgedeeld. Veel vrijkaartjes, want natuurlijk zijn we nog niet zo bekend. Maar de zaal zat denk ik voor de helft vol. Maar ook veel vrijkaarten. Want we moesten natuurlijk mensen trekken. Het was een leuke show, de mensen hebben genoten. Die avond hebben we volgens mij zelfs skiet gespeeld. Dus weet je, we hadden geen verlies. En toen dachten wij, hey, dit is het. Je verzint een paar sketches. Je maakt het bekend. En je gaat spelen. Dus dat hebben we dan een paar jaar gedaan. Om het half jaar hadden we een show. 1 show. Alleen in Rotterdam. Voor Surinaams publiek. En dat hebben we denk ik 2 jaar gedaan. Om het half jaar een show. Maar het werd wel bekender. Hè? Buiten begonnen de mensen ons te kennen. Want je speelt nu in Theater Zuidplein in de grote zaal. Waar ongeveer 600 mensen in kunnen. En elke show kwamen er meer mensen bij. We gaven minder vrijkaarten, meer mensen kwamen erbij. Dus na 1,5, 2 jaar zat die zaal vol. En als die zaal vol zit, heb je het over bijna 600 mensen. Dan begint het te leven. Mensen beginnen van je te horen, ook in andere steden, want mensen hebben familie. Dan heb je die takkie van, hey, ik ben geweest, en als je in Amsterdam komen, dan moet je gaan. Maar we gingen niet naar Amsterdam, want we hadden die contacten niet. Tot op een gegeven moment, volgens mij 2010, hè, want we zijn in 2009, hadden we dus een paar shows, 2010, is Roué Verveer komen kijken. We hadden hem benaderd via Facebook of hij ons, ik weet niet meer. Maar in ieder geval zei hij van, als ik tijd heb en jullie spelen, kom ik kijken. Want we kenden hem nog niet. Maar inderdaad, bij de eerstvolgende show is hij geweest, want die dag was hij inderdaad vrij. Akong, Alafu, Ageniet, het was een leuke show. En hij heeft ons toen bij zijn management gebracht. Waar hij ook bij aan verbonden is, Puree Management. En dus onder Puree Management, toen we daar terecht kwamen, in 2000, volgens mij ook 2010 nog. Toen hebben de managers van Puree Management gezegd van luister, oké, is leuk wat jullie doen. We gaan kijken of we jullie ook in de andere steden waar Surinamers wonen, kunnen verkopen aan de theaters. Daar heb ik het over Amsterdam, daar heb ik het over Den Haag, uiteraard Rotterdam, heb ik het over Almere. Ja, in Nederland,
daar wonen de Surinamers het meest. En toen hebben we dus het jaar daarop hebben we een toertje gedaan van 4 shows in alle steden 1 show. En het was leuk. De mensen waren gekomen, Surinamers zijn gekomen, de theaters waren tevreden, want de bezoekersaantallen waren voldoende. Wij waren tevreden, ons management was tevreden. En zo zijn Dimboy ontstaan. Maar voor die bekendheid wilden wij, om nog bekender te worden, wilden wij bij Wesje in het voorprogramma. Wesje was er nog. Wesje zou naar Nederland komen om te toeren. En als hij dat deed, werd het geregeld door dat managementbureau waarbij ook wij zaten. Dus de lijnen waren kort. En de tour van Wesje was al geregeld in Nederland. Hij had volgens mij 17 shows en er waren al flink wat uitverkocht. Dus toen hadden wij gevraagd, van luister dan, mogen wij niet openen voor Wesje? Even gewoon 10 minuten, prik desma, met desma sabonu. Management heeft naar Suriname gebeld, voorstel bij Wesje neergelegd, Wesje takaboe. Doen we. Dus wij hadden zoiets van, oké, is voor onze bekendheid goed. Ja, helaas heeft dat niet mogen doorgaan, want we weten wat is gebeurd. En dus dat was een domper. Ook voor ons was het een dubbele domper, want voor onze bekendheid en een comedybroeder was overleden. Dus dat was heel zuur. En daarna hebben ze die tribute to Wesje gedaan. Hier in Suriname ook, zijn wij ook meegekomen. Nou, en zo zijn we dus als Dimboy in de Surinaamse gemeenschap beginnen met groeien. Dus in ieder geval wel een hele bekende, dat althans de meeste mensen kennen die groep, zeg maar. Maar ik verneem, ik heb het net ook aangegeven, dat u nu ook solo gaat. Van waar het besluit? Omdat ik wil meer spelen. Ik ben artiest en ik wil meer spelen. En met Dimboy worden we in Nederland nog steeds weggezet als een Surinaamse act. Dus als het theater in een stad waar weinig Surinamers wonen ons aangeboden krijgt, zeggen ze van ja, het is een Surinaamse act, hier wonen geen Surinamers. Maar die mensen die begrijpen het niet. Ze zijn, die mensen die de theaterstukken inhuren, hè, programmeren, die zijn heel kortzichtig, heel dom eigenlijk. Want we spelen nu, zoveel jaren verder, spelen we niet meer alleen voor Surinamers. Dimboy. Dimboy speelt voor iedereen. Dimboy is gewoon een comedy act en als er niet Surinamers komen, kunnen ze ook genieten. Maar de programmeurs weten dat nog niet, dus ze zetten ons nog steeds weg als die Surinaamse act. Waardoor we te weinig boekingen krijgen, vind ik. En mijn comedy partner doet ook zijn eigen ding. Hij zit meer op het presentatievlak. Presenteren van events en dat soort dingen. Dat is niet zo mijn ding, maar dat is zijn ding. Maar daarom dacht ik van, oké. We gaan gewoon een comedy show in elkaar zetten, een solo comedy show. Daar hebben we, naast Dimboy hebben we ook dit. En is dit de eerste solo die je doet? Ja, dit is en wordt de eerste solo. Je moet ergens beginnen. En waarom niet hier? Waarom niet in Suriname, in de zon, met je eigen mensen? Ik ben hier geboren. En natuurlijk zijn Dimboy Surinamers. Dus de Surinaamse comedy, ja, dat is second nature voor ons. Dus ja, en in Suriname is het eigenlijk het beste publiek. Als je Surinaamse comedy maakt, dan moet je hier spelen in Suriname. In Nederland is het ook geweldig, want die Surinamers daar vinden het ook geweldig. Maar als ik ze daar een 9,5 geef, geef ik ze hier een 10,5. Het publiek. En hoe kom je eigenlijk op met die jokes en al die sketches? Want het is een hele taak niet. Iedereen is grappig. Dus hoe speel je het iedere keer klaar om nog steeds je publiek eigenlijk aan zijn trekken te doen komen? Goed opletten. Om je heen kijken, wat je op straat ziet, hè, hoe de mensen reageren. Die typische dingen, die herkenbare dingen, die moet je uitvergroten, die moet je aandikken. Die dingen die iedereen herkent. En op het moment dat ze gebeuren, die typische dingen, zijn ze niet grappig. Maar als je het achteraf gaat vertellen, eigenlijk hoe wij doen. Dus je houdt de mensen een spiegel voor, van hun eigen gedrag. Dan ga je eigenlijk zien dat het zo belachelijk is dat je erom moet lachen en dan wordt het een grap. Ik kan me heugen, je hebt een van je shows over een moeder die naar de winkel gaat met haar kind. En van tevoren maken ze afspraken. Is het iets dat je ook hebt meegemaakt? Ja, toch wel. Mister Fadong. We zijn weer iemand die begon aan speelgoed. Ik wou het hebben. En als je moeder het niet voor je kan kopen, dan val je daar. Want jij denkt, als je valt, je ligt, dan kan ze je niet meenemen. Dus dan gaat ze het voor je kopen. Dat is die logica van een kind. Begrijp je wel? Maar die Surinaamse ouders, die zijn niet zo makkelijk. Die pikken dat ding niet zo makkelijk. Dat is ook helaas waar.
Ja? Dus als je valt, loopt je moeder door en dan blijf jij vlak daar. Jouwang. 5 jaar, wat ga je doen? Je gaat toch opstaan en achter je moeder lopen. Of je krijgt een paar tikken. En die Hollandse ouders, die beleven dat heel anders. Die zijn veel te toegevelijk naar hun kinderen toe. Die kinderen zijn veel te brutaal. Ze mogen veel te veel zeggen en doen. En Surinaamse ouders hebben een korte lont. En dat verschil, om dat uit te vergroten, dat na comedy. Want, dat zou ik ook vragen. Je hebt een Nederlands publiek en een Surinaams publiek, om het even zo te benadrukken. Wat is de reactie veel aan? Want wat jij daaruit wil, dat kennen ze niet. Dat is wat jij aangaf. Je hebt het over het Nederlands publiek. Ja, het Nederlands publiek. Ze herkennen hun eigen gedrag. Hun toegevelijke gedrag. Dat herkennen ze. En ze weten dat de buitenlanders, veelal de donkere mensen, niet alleen Surinamers, want kijk, wij zien het van onze mensen, maar de Afrikanen, de Antillianen, de Marokkanen zijn net zo met hun kinderen. Die Hollanders herkennen hun eigen gedrag, hoe toegevelijk ze zijn, en als ze dan horen hoe wij zijn, dan is het de comedy voor hun. Dat ze denken van, mijn god, weet je, ja inderdaad, inderdaad. Die Hollandse mensen geven hun kinderen straf door ze op een stoel te zetten. Ja, nadenkstoel, hoe dan? Denk eens aan. Die kinderen gaan gewoon zitten en ze wachten tot ze weer mogen opstaan. Ze hebben helemaal niet nagedacht over niks. Dus dat werkt bij ons niet. Je kan die nadenkstoel krijgen naar je hoofd. Bij ons. Zo gaat het bij ons. Goed, je gaat nu solo. Ik wil graag weten, want is dit je fulltime job trouwens? Nee, moet het wel worden. Voor de corona, dus 2020. Hadden we een mooie speellijst van 23 shows. Dus we gingen wel richting fulltime job. Maar de corona heeft alles verpest. We hadden 3 shows. Waren we al ver. Van die 23 hadden we al 3 shows gespeeld. En toen was het klaar. En natuurlijk naast die speellijst van Dimboy heb je nog een hoop optredens waarbij je wordt uitgenodigd. Comedyavonden, feesten, noem maar op. Alles was gecanceld zoals jullie weten. Dus we konden niks meer doen. Dus ja, nee, is niet mijn fulltime job, maar ik streef er wel naartoe, Kotak en zo. En hoe was die comeback van, dus na de COVID, want het heeft heel veel dingen gestagneerd. Dus hoe zijn jullie daarmee omgegaan? Nou kijk, in het begin mag je natuurlijk niks. Alles wordt afgesloten. En je mag nergens naartoe. Op straat, alle winkels zijn dicht. Alle plaatsen waar mensen samen kunnen komen worden afgesloten. Dat is drama. Wat ga je dan als artiest doen? Nou, ik heb toen bedacht dat ik ga voorlezen online. Voorlezen voor Surinaams publiek. Dat zijn de mensen. Hè? Ik heb natuurlijk op mijn Facebookpage heb ik heel veel Surinaamse volgers. Dus toen dacht ik, om die mensen toch een beetje aan me te blijven binden, ga ik iets doen wat ik ook leuk vind. Dus ik ben gaan voorlezen, Yorka Tori. Want misap sranam alop, predatori. Dus dat ben ik toen gaan doen. En we zijn nu 2+ jaar verder. Of 3 jaar bijna nog. We zijn bijna 3 jaar verder. Ik heb ondertussen een eigen groep opgericht op Facebook. Er zijn dinges. En ik heb 6000+ volgers, waarvan misschien de helft in Suriname zit. En elke vrijdagavond ga ik live. En dan lees ik spookverhalen voor. Dat is toen geboren eigenlijk om even de tijd te doden. Maar het was zo populair, de mensen vonden het zo leuk, dus ik ben er mee doorgegaan. En ze vragen echt van, stop niet. En nu is het ook een uurtje entertainment, chinfatu en wantu spookutori. Dus het is gewoon een uurtje gezelligheid en de mensen wachten erop, ze kijken er naar uit. Dus dat heb ik even gedaan, maar dat was natuurlijk alleen eventjes op de vrijdagavond. In het begin vrijdag, zaterdag, hè, want je mocht niks, je zat thuis. Later vrijdag. En op een gegeven moment weet je dat je mocht weer iets van de overheid. Er mochten 30 mensen samen in een restaurant of waar, op gepaste afstand. Dus de theaters hebben gebruik gemaakt van die gelegenheid om ook te zeggen, oké, we gaan voorstellingen geven voor 30 mensen. Dus die theaters die ons al hadden geboekt, hebben gezegd, luister, komen jullie maar spelen. 30 mensen. We hebben het gedaan. Een paar shows. Ik denk dat we in die hele periode misschien 4-5 keer voor die setting hebben opgetreden. Je doet je ding, maar het is toch anders.
is toch anders. Ik denk dat het voor de artiest minder leuk is. Voor het theater is het minder leuk, maar ze doen het omdat ze denken van daar hebben we toch iets. Ja. Maar voor het publiek is het natuurlijk ook minder leuk, want het is natuurlijk veel gezelliger als je die ruimte hebt als pang. Ja. Dus dat is inderdaad een heel groot verschil, ja. Ja, is een groot verschil. Maar we hebben het gedaan omdat je dan toch denkt van, weet je, dat doe je toch iets. Ja. Andere artiesten hebben weer online shows gemaakt, maar dat werkt niet voor ons online. Maar het heeft jullie in ieder geval wel innovatief leren denken. Ja, ja, want kijk, eigenlijk weet je nu dat je vrijheid is niet zomaar. Mm-hmm. Ze kunnen dat zo van je afpakken, FD vindt dat je een griep de, bijvoorbeeld. Ja. En dan kijk ik naar Ronnie, want je hebt een paar dingen waarmee je bezig houdt, maar los van comedy, waar vind jij je rust in om terug te komen en zeggen, hey, als ik bijvoorbeeld een boek lees, dit is waar ik tot mezelf kom. Wat is dat voor jou? Film, film kijken. Soms ga ik naar de film. He, ik ben ook sportinstructeur. Ik werk op een sportschool, geef groepslessen. En als ik dan klaar ben met zo'n les en ik ga naar huis en ik kijk op mijn klok en het is nog een beetje vroeg, dan kijk ik of er een film draait, aansluitend, he, dat ik niet te lang hoef te wachten. En voor hij draait, ga ik kijken. En dan ga ik kijken, daar is mijn rust. En je doet comedy, kijk je ook naar comedyfilms of moet het romance, horror? Ik hou eigenlijk het liefst, het meest van horror, maar ik kijk alles. Ik kijk alles. Dus als het een goede film is, dan ga ik zitten, dan ga ik kijken, laat ik mezelf lekker meenemen in de sfeer, in de setting van die film. En dan ben je eventjes in je eigen mind. Ja. Nou Ronnie, dat was gezellig babbelen met je. Ik heb je in ieder geval beter leren kennen. Ik wil vragen, heb je nog een boodschap die je aan de Surinaamse samenleving hebt? Ja, kijk, ik ben hier gekomen. Tentranga, dat heb ik gezien. Maar het leven gaat ook door, dat heb ik ook gezien. Want het is overal druk. Wie is dit mij klagen? Het is overal druk. Dus wat ik wil zeggen is, ik denk dat het goed gaat komen. Hoor patiëntie, want Gadone weer pyjama. Dus het gaat goed komen. Nou, dat waren wijze woorden van meneer Ronnie. Oor patiëntie, hou het vol eigenlijk. Dat is het eigenlijk grof vertaald. Ik heb hem beter leren kennen, ik neem aan u ook. Het was gezellig babbelen. Gaat u nu weg? Dat is het eerste deel. Maar er komt nog een tweede deel van In Gesprek Met. Welkom bij het tweede deel van In Gesprek Met. In het eerste deel hebben we gesproken met Ronnie Ormskerk, te weten wie hij precies is en wat hij precies doet. Maar we gaan nu praten met Morena Leter en met Rut Juruya over het Agama-project. Waarom ze hiermee zijn gestart en hoe belangrijk kunst en cultuur nou eigenlijk is voor Suriname. Blijf u kijken. Rachel en Morena, jullie zijn eigenlijk de initiatiefnemers van het Agama-project. Wat is het Agama-project precies? Het Agama-project is een kunstproject. Het gaat eigenlijk om community art. En wat het doel is van het Agama-project is om community art in Suriname te stimuleren en ook te introduceren. Oké, je hebt een paar mooie punten aangehaald, maar hoe zijn jullie op het idee gekomen om zo'n project te beginnen eigenlijk? Yes, ik zag een oproep van Rut op Instagram, waarbij ze dus op zoek was naar vrijwilligers. En nu heb ik in de hoedanigheid van freelancer heel veel ruimte en vrije tijd, dus ik dacht, ik ga erop reageren. En het is daarna gelijk begonnen met rollen eigenlijk. Ze vroeg, wat gaan we doen? Ik stelde voor Nikeri. Coroni of een bejaardentehuis. Dus we hebben de eerste optie gekozen, Nikeri. En ik heb gelijk de contacten benaderd en die gaven aan, ja, kom maar hierheen voor het eerste project. Is het een bewuste keuze geweest om te kiezen voor een district? Nou, dus zoals Morena eerder zei, ik heb eerder aan sociale projecten gewerkt. Ik heb die dan ook zeg maar uitgezet. Wat er daarna is gebeurd is dat ik meestal een post plaats op Instagram of op Facebook. En op die specifieke dag gaf ik dus aan van hey, ik sta wel open voor samenwerkingen. En zij kwam direct in mijn DM zo van hey, heb je misschien ooit gedacht aan om naar Nikeri of Coroni te gaan? Zij zelf houdt van Nikeri. Dus dat kwam ik later te weten.
Maar ik gaf aan van, hey, als het dus aan mij ligt, ga ik wel naar elk district en plaats ik overal. Dus in Suriname wel iets met een beetje kunst, met kleur. Dus toen we aangaven van, ik was er natuurlijk excited over. Dus ik gaf aan van, yeah, why not? Dus Nikeri wordt het dan. Hebben we daarover gesproken, gebrainstormd. En uiteindelijk is dan project Agama daaruit ontstaan. En het idee is dus dat we naar Nikeri gaan. We starten met Nikeri, maar we willen dus ook die andere districten in Suriname bezoeken. Dus eigenlijk vindt de lancering zo'n beetje, kan je zeggen, plaats in Nikeri? Ja, klopt helemaal. Oké, Agama, hoe ben je op de naam gekomen? Nou, tijdens onze brainstorm sessie had ik nog een paar hersencellen over die wilden werken. En we zochten eigenlijk naar een pakkende naam, maar dus ook iets dat ja, echt past bij wat we gaan doen. We willen kleur, plekken eigenlijk gaan opfleuren met wat kleur. En at the same time wil je dus een goede boodschap uitbeelden. En wat zou het best daar passen? Ook gezien de situatie in Suriname. En het idee eigenlijk zit ook, is ook om mensen te stimuleren, toch? Dus inspiratie. En toen dacht ik van, hey, Agama, weet je, het verandert van kleur. Het past zich aan zijn omgeving. Maar het heeft dan ook weer iets zo van nemen wat er is en er toch het beste van maken. Dus dan kwam ik op het woord Agama en ik dacht van, hey, maar het is ook een prachtig dier, dus why not? En toen was Agama gestart, ja. Ken je wel van, je bent vaker met art bezig. Is het een bewuste keus of hou je ervan? Is het uiteindelijk iets waar je van bent gaan houden? Vertel ons, hoe ben je hierin of ja, hiermee begonnen? Ik teken eigenlijk al vanaf mijn 4e of 5e jaar. Het is eigenlijk begonnen bij mijn moeder. Dus ik ging een beetje door de piepen in de schriften waarin ze dus van die songlyrics schreef. Maar waarin ze ook tekende. En toen ik dus dat zag, dacht ik van, hey, ik wil, wat is dit? Ik wil dit ook doen. En ik tekende dan stiekem in de schriften, wat ze natuurlijk niet leuk vindt en vond. En toen haalde ze dan zelf papier voor me en daar begon ik dus alles wat ik maar interessant vond na te tekenen, totdat ik het ook gewoon zelf kan tekenen. Uiteindelijk heeft kunst, zeg maar, of heeft dat tekenen, dat tekengedeelte, mij geholpen om me op een heel andere manier te kunnen uiten. Dus het is een expressievorm voor mij, mijn expressiemedium. En uiteindelijk heb ik dan ervoor gekozen van, hey, I want to have a free life. Maar ik wil ook dus, behalve de freedom, moet er dus ook de groei erin zitten, ontwikkeling, maar ook kunnen bepalen wat jij wilt doen. Ik moet wel zeggen dat je nog steeds kan bepalen wat je kan doen en wat je doet, maar het is een onderneming, dus je werkt wel echt door. Alleen geniet ik er wel echt van en heb ik wel een soort gevoel van liberation in wat ik doe. En vandaar, ik hou van kunst, ik ben me daarin gaan verdiepen. En ik vind dat ieder het recht heeft op weten hoe je jezelf kan uiten. En ik doe het dan door middel van workshops te verzorgen. En mensen leren dan daar door middel van kleur, door middel van schilderen, tekenen, zichzelf uiten. Maar het idee is dus dat je uiteindelijk jouw eigen vorm van zelfexpressie, je eigen medium vindt. En dat toepast in je eigen leven, om die balans te creëren in jouw leven. En dan vind ik, ja weet je, in Suriname zie je niet overal leuke schilderijen. En dat verdienen we wel voor zo'n land met een grote diversiteit aan verschillende ethnic groups, om het zo te zeggen. Dus waarom ga je dan niet dat prachtige wat wij hebben uiten en laten zien aan de wereld? En daarnaast ook hebben we die stimulans nodig. Je wilt ontwikkeling stimuleren. Je wilt dat mensen die inspiratie van binnenuit putten. En niet dat je wacht op iemand anders om jou te zeggen dat jij ook mag. En dat jij ook kan, maar dat je het aan jezelf zegt. Jij inspireert jezelf. En het idee is dan om, zeg maar, thema's te kiezen die passen bij Suriname. Maar allemaal thema's die zeer positief zijn en die alleen maar uplifting zijn. En dat op de muren en plekken te zetten waar we dat kunnen en mogen zetten. Dat is een mondvol, maar het is ook een hele mooie visie. En ik denk met de nodige support, als het goed gaat om donateurs, dat je er zeker wel bij komt. Marina, jij hebt uiteindelijk gekozen om mee te doen of mee te helpen aan dit project. Wat heeft jou geïnspireerd? Ik ben sowieso ook geïnteresseerd in alle vormen van kunst in principe.
zij het nou schilderen, muziek, schrijven. Zij schildert toevallig heel veel en dat vind ik ook wel een interessante vorm van jezelf uiten. Nu doe ik dat ook, alleen thuis voorlopig. Ik heb mezelf nog niet echt out there gezet, ben ik wel van plan. Maar ik dacht, dit is volgens mij wel een mooi aanknopingspunt en ook een mooi connectiemoment. Ook voor mezelf, to put myself out there en letterlijk te gaan schilderen. Ja. En vind je dat er wel genoeg aandacht besteed wordt? Want eigenlijk, jij zei, je was klein toen je ermee begon. Dus je moet het eigenlijk ook stimuleren. Dat heeft je moeder gedaan. Vind je dat er genoeg stimulans geboden wordt aan kinderen die interesse hebben in kunst en cultuur? Ja, nog niet, zou ik zeggen. De exacte vakken die zijn heel bekend volgens mij. Als kind kreeg ik altijd mee wiskunde, natuurkunde, rekenen. Dat moet je heel goed kunnen doen. En vakken als tekenen en gymnastiek, die stonden een beetje op de achtergrond. Ik heb het idee dat dat nog steeds het geval is. In die zin dat ook hier in Suriname, ja, waar kom je als kunstenaar echt aan bod? Nou, als je het zelf doet, maar ik weet niet als er echt een outlet is. Nationaal, dus een platform waar de kunstenaars zich heel goed kunnen uiten. En dan heb ik het niet alleen over de bekende kunstenaars, maar zeker ook de upcoming kunstenaars of de mensen met talent. Dus ik denk dat daar nog wel wat in te halen valt. Kijk naar mezelf, ook voor mijn ouders is het een beetje raar, die denken, ga je niet op een kantoortje werken? Nee, dat ga ik niet doen. Ik ga andere expressievormen exploren, ja. En jij zit er ook al een tijdje bij, je bent ook al een tijdje bezig. Probeer je vanuit jouw onderneming ook zeg maar die ouderparticipatie zo'n beetje op gang te brengen? Nogmaals de vraag. Ik zeg, je zit er al een tijdje bij en ik zei net van, je hebt niet altijd dat ouders kinderen stimuleren om kunst en cultuur te gaan doen, zeg maar. Is er vanuit jouw onderneming de mogelijkheid dat je, zeg maar, die ouderparticipatie op gang probeert of helpt te brengen? Ik zou zeggen, ik bekeek het eigenlijk niet van die kant uit, omdat, ja, je kan de mensen ook niet kwalijk nemen. De industrie bestaat en is hier eigenlijk niet zo groot, dus in elke vorm van expressie, wat sport betreft. Dus we hebben de industrie niet. Het heeft allemaal ook met geld te maken. Dat ik ervoor heb gekozen en dat ik dan, zeg maar, mijn moeder die me heeft gesupport, daar ben ik heel erg dankbaar op. Maar ze hoefde dat niet te doen. Omdat ouders, ik denk dat ouders, gezien ook de situatie, we hebben de industrie niet, er wordt geen geld hieraan uitgegeven. En ze hebben zoiets van, hey, ik wil eerder dat je zekerheid hebt. Dat je dan aan het eind van de maand weet dat je een salaris hebt. Met expressievormen en meedoen aan sportsoorten of dat je een sporter bent, heb je dat hier niet in Suriname. Dan moet je echt die passie hebben en die drive hebben om dat te doen. Maar dan is dan zou je het ook even verder moeten zoeken. Als je daar aan top wilt komen en er werkelijk van zou willen leven. Dus wat ik doe met mijn... met mijn stichting nu, wat ik voorheen ook heb gedaan, is workshops verzorgen. En een aantal zijn dan ook betaalde workshops voor de mensen die wel geïnteresseerd zijn. En zoiets zien van, hey, ik heb dit nog nooit gedaan, maar ik vind het interessant. En dan zie je dus dat die interesse gewekt wordt en dan gaan ze door. Ik krijg nog berichten van, hey, kijk wat ik ben doorgegaan na je workshop en kijk waar ik nu ben. Dat vind ik fantastisch. Exploring yourself, toch? De andere kant van jezelf. En dan heb ik ook die sociale workshops waarbij ik dan ook sponsoring vraag. Mensen helpen daarmee om het op te zetten en het uit te voeren. Waarbij ik dus echt de gelegenheid geef aan kinderen en zeg maar ouders die het niet altijd kunnen betalen. Dat hun kinderen meedoen aan creatieve activiteiten. En deze kinderen kunnen dan hieraan participeren. Ze ontdekken dan ook hun talenten. En dan heb je ook dus dat die ouders vragen van, hey, wanneer doe je dit weer? Ik vind, inderdaad zijn ze ook trots op wat hun kind heeft gemaakt. Maar wanneer ze dan ook mijn verhaal horen en ik ook over anderen vertel wat zij wel hebben kunnen bereiken met zo'n expressievak, dus met kunst. Dan hebben ze zoiets van, hey, misschien is het toch wel iets waar ik naar moet gaan kijken. En zou ik dat wel kunnen supporten? En mijn reactie daarop is, laat het kind de school afmaken. Maar geef dat kind dus ook de gelegenheid om die kant van hem of haar te ontwikkelen en verder te gaan exploren. En dan kan je dan, wanneer je ouder bent, zeggen van, hey, ik wil dit gaan doen.
Maar dan heb je beide kanten. Dus om toch die zekerheid van je ouders, dus dat ze een idee hebben van hey, je doet toch wel iets en het is niet alleen maar dit, waar ze dan sceptisch over zijn. Breng gewoon beide bij elkaar als die ene nog niet volledig werkt. Maar ik denk dat dat nu, dus de manier waarop ik het doe, dat dat even nodig is hier in Suriname. En dan komen we stilletjes aan, wel daar waar men die waardering heeft voor expressievakken, voor sport in Suriname. En dat we zoiets hebben van, hey, als je dit wil gaan doen, als je wil gaan schilderen, als je wil zingen, als je voetballer, basketballer of whatever je wilt doen, als je dat wilt worden, go for it en wij staan achter je. Oké, okay, Marina, maar we kijken dan naar het onderwijssysteem van Suriname. Vind je dat er daar iets veranderd zou moeten worden aan het curriculum? Want nu ken ik HKCO bijvoorbeeld als school die beeldende kunsten geeft. Maar wat about de lagere scholen om het alvast branden te houden tot wanneer je ouder bent, zoals zij zegt? Je hebt zekerheid van beide kanten nodig. Nou, nu ben ik heel lang niet naar de scholen zelf geweest. En de lagere school al helemaal niet. Daar ben ik ook niet naartoe teruggekeerd. Dus dan ga ik mijn reactie baseren op wat ik terugzie. Wat ik tegenwoordig heel vaak zie zijn bijvoorbeeld wel de voorleesdagen. En de kunstenaars die inderdaad het eigen initiatief pakken en naar de scholen toe gaan. Om de kinderen dus bekender te maken met verschillende kunstvormen. Dus daar zit een begin, zou ik zeggen. Verre dat meetelt in de beoordeling, daar durf ik geen uitspraak over te doen. Maar het is een beginnetje. Ja. Na dit Agama-project, want jullie gaan beginnen in Nikeri, toch? Dat is wat jij aangaf en dan gaan jullie dan verder. Is er een vervolgproject, is er al iets in zicht dat jullie willen gaan doen, dat ook te maken heeft natuurlijk met kunst en cultuur? Ja, voor het Agama-project hebben we het programma nog niet helemaal uitgezet. Wat we nu dus wel weten is dat we alle districten in Suriname willen aandoen. We gaan natuurlijk na de eerste editie van dit traject een evaluatie houden. Kijken wat de verbeterpunten zijn. Natuurlijk ook het vergaren van de middelen. We hebben 10.000 SRD opgehaald. Dus daar kunnen we transport, accommodatie mee bekostigen. Maar we gaan natuurlijk verder kijken. En als dit project goed afloopt, dan is dat zeker onze fuel voor de volgende projecten. Ja. Mooi gezegd. Heb jij tot slot een boodschap voor de Surinaamse samenleving? Mijn God. Ik zou zeggen, project Agama gaat eigenlijk over samenwerken. En de reden waarom ik dus ook die post had gezet over dat ik open sta voor samenwerkingen, is, ja, ik doe dus die projecten, maar ik vind het super leuk om met anderen te werken. Ook omdat je andere culturen leert kennen, je leert andere mensen kennen. En ja, je netwerk wordt groter. En het idee van project Agama is ook dat je iets niet alleen doet, je doet het samen. En daarom hebben we dus ook nog 4 andere kunstenaars erbij, waaronder Kevin Ferrier, Annunciata, Goudzand, we hebben Farana's Levens en we hebben Delphin Bisoina erbij. Dus die zijn allemaal kunstenaars, zij gaan zeker mee. En wat dan ook de boodschap aan de ene kant is, dus subliminal messages, is een message is dan voor Suriname om samen te werken. Want door het samen te doen kom je veel verder dan wanneer je alleen die stap wilt maken. En dat we eigenlijk ook elkaar meer moeten gunnen. Dus meer in die positieve en manier denken. In een positieve richting kijken. En samen kunnen we het wel. En Morena, jouw boodschap? Ja, yes, daarop aanvullend. zou ik zeggen, werk met de middelen die je hebt. Ja, ga niet bij de pakken neerzitten. Ik ben zelf een denker, dus normaliter ga ik heel erg denken. Hey, is dit wel goed? Zullen we dit wel doen? Maar doe vooral meer en werk dan met de middelen die je hebt. En daar waar je hulp bij nodig hebt, vraag ook om die hulp. Ja, en verwacht daarbij ook het goede, want dan krijg je dat zeker terug. No. Morena en Ruth, hartelijk dank voor jullie tijd en ik wens jullie heel veel succes met het Agama-project. Dat waren Morena, Leter en Ruth Yuruya. Die hebben gesproken over het Agama-project. Hoe belangrijk kunst en cultuur nou eigenlijk is.
in het gesprek heeft u ook wel eruit kunnen halen dat het moment dat je ontdekt dat je talent hebt, dat het belangrijk is dat je in jezelf gaat investeren. Het zij door tijd, leuke kleine schilderingen maken, maar het is wel belangrijk dat je niet bij de pakken blijft neerzitten, maar met de juiste middelen doorgaat met hetgeen waarvan je houdt. Dat was het wat betreft deze aflevering. We zien u volgende week weer terug bij een nieuwe aflevering van In Gesprek Met.